Ik kende Delius wel, maar ik kende dit stuk bijna niet. Ik kende een paar stukjes eruit, maar deze opera was voor mij ook een ontdekking. Het is heel sprookjesachtig, maar tegelijkertijd zijn het ook echte mensen waar het over gaat. Het zijn gewoon plattelandsfiguren die je ook nu nog zou kunnen vinden. Ik zing een aantal kleinere rollen in deze productie. Een schipper, een kermisfiguur, een carouselman. Onze dirigent Sir Mark Elder is natuurlijk een Brit, dus hij heeft hele specifieke voorstellingen van de taal. Wel een rollende R, geen rollende R, dat soort dingen. En bepaalde woorden heeft hij veranderd. Dus het is best een puzzel nu om het bij elkaar te brengen. En dat moet gebeuren voor het orkest erbij komt, want dan is daar geen tijd meer voor.